Goedemiddag, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben me aan het klaarmaken, want ik heb zo'n afspraak. Ik moet alleen even nog mijn nepwimpers opdoen. Ik vind het eigenlijk zo ook wel mooi. Maar ik ben de laatste tijd weer een beetje van de nepwimpers. Ik ga deze even voor vandaag opdoen. Demi Wispies. Ik heb vandaag voor de verandering even geen poeder gebruikt hier. Om te kijken of ik er niet zo vlekkerig uitzie. Ik heb inmiddels mijn nepwimpers op. Ik vind ze echt heel erg mooi. Maar ik kan ze pas beoordelen als ik deze camerabeelden ga editen. Want soms is op beeld alles zo anders. Vooral nepwimpers kunnen op beeld echt soms heel lelijk zijn. Dus ik kan ze dan pas beoordelen. Maar dit zijn de Ardell Demi Wispies. Ik wil jullie mijn outfit van vandaag laten zien. Ik heb echt een heel leuke broek gescoord bij Bershka. En die wil ik even aan jullie showen. Dit is mijn outfit. Het is een topje van de Zara en een broek is van Bershka. Het is een soort van legging, tragging, maar kijk eens van onder. Kun je het zo zien? Hij is zo wijd van onder en ik vind het helemaal geweldig. Hij zit echt heel fijn. Ik ben er echt heel happy mee. Ik vind de kleur ook helemaal geweldig. Inmiddels in de auto. Ik ben onderweg naar die zetten. We hebben vandaag een lunchafspraak na een heel lange tijd. Mensen die het nog niet weten, Lisette is mijn manager. Doet ze ongeveer een jaartje al. En ze neemt haar baby vandaag weer mee. Ik vind haar echt zo schattig. Echt niet normaal. De vorige keer dat ik haar had gezien was ze echt zo rustig. Echt zo braaf. Ik vond haar echt te cute gewoon. Ik kan echt niet wachten om haar weer te zien. Ik hou echt van baby's. Ze zegt maar gewoon... lekker stil zijn en gewoon dat je met ze gewoon kunt eten buiten. Dat is toch vet cool als je gewoon met je baby zo rustig kunt eten buiten. Ik snap natuurlijk ook dat het niet voor iedereen geldt en dat je dat niet in de handen hebt, of course. Dus no diss naar alle moeders of wat dan ook. Maar ik vind het gewoon leuk, zo'n baby waar je mee kan lunchen. Ik ben dus bij een tankstation gestopt met een Starbucks. Maar altijd als je naar deze Starbucks gaat, dan ga je daarna gewoon echt naar frituur ruiken. Omdat het gewoon dezelfde ruimte is als een tank. Dus ik ga even weer een beetje parfum spuiten. Want ik haat die geur van frituur. Dat is ook de reden waarom ik thuis zeg maar nooit frituur. Omdat ik die geur gewoon echt haat in mijn huis. Maar ik denk dus in het volgende huis ga ik het gewoon in de schuren doen ofzo. Dat deed mijn moeder vroeger ook gewoon in de schuur frituren. Als ik wil frituren, of course. Maar in huis zou ik echt never nooit frituren. Of vet raar. Het gebeurt me echt vaker tegenwoordig in Rotterdam. Dat ik dus naar een tentje toe ga. En dat die dus helemaal gewoon gesloten is. De vorige keer had ik het met een hotel. Dat die gewoon dus failliet was gegaan met corona. En nu heb ik het met een lunchplek waar ik met Lisette heb afgesproken. Dus ik moet haar even bellen of we naar een andere toe moeten. Ik ga alvast parkeren. In de buurt heb je allemaal wel leuke plekjes. Hallo, kijk eens wie hij terug is. Ze zit letterlijk al 10 minuten op deze tafel gewoon een beetje om haar heen te kijken. Ja, met zo'n schat met de bolle wangen. Ik laat jullie even haar voeten zien, of haar benen. Kijk, één keer hoe bol. Oh, wat lekker ben je. Je bent zo lekker. Hey guys, ik heb steak tartare besteld. Die set heeft carpaccio. Hi babe, ik had je nog niet gefilmd. En... en zie je ze zo? Ja. Lekker hoor. Goed zo. Lekker geluncht met Lisette. We hebben er echt wel eventjes gezeten hoor. Maar het was heel gezellig en het is echt heel mooi weer. We hebben lekker op het terrasje eigenlijk gezeten. Met de kleine. Echt heel gezellig. En nu ga ik weer even richting huis. Want ik moet nog editen. Mijn kindjes lekker buiten genieten. Ja. Lekker weer hè. Maar het gaat alweer regenen heb ik gezien. Je moet even lekker genieten hè. Ja, niet schrikken. Niet schrikken. Oh, lekkere buik. Ik ben net thuis. Ik weet niet wat het is vandaag, maar ik voel mijn look gewoon niet. Maar ik ben echt heel erg happy, want ik ben thuis gekomen. En toen zag ik dit. Dus ik heb mijn keuken opgeruimd. Echt heel erg chill, want ik had daar gewoon vaat liggen. Dus nu kan ik gewoon gelijk lekker gaan koken zo. Wat wil ik nog zeggen? Ik denk dat ik dus vandaag voor het eerst zelf mosselen ga maken. Normaal gesproken maakt Nessie niet altijd voor ons. Maar ik ga denk ik vandaag even alleen mosselen maken. Even kijken of het gaat lukken. En ik kan er ook echt heel slecht tegen. Als de kasten gewoon vies zijn.
Mannen denken daar niet aan. Zo. Kijken. Even twee ovenfrikandellen in de oven doen. Deze zijn half van de Marokkaan. Echt een aanrader. Ze zijn meestal zo met een kwartiertje, max 20 minuten klaar. Dus dan heb ik eigenlijk precies de tijd om te gaan editen. Dat ga ik nu even doen. Even mijn haar vast doen. En dan even doorpikkelen. Oeh, ik ben echt de type vrouw die nooit kan werken met los haar. Ik vind deze wimpers trouwens vrij heftig. Ik denk dat ik die nieuwe lijn van Ardell mooier vind. Die naked. Die haartjes zijn gewoon net iets mooier. Fluffy. Zo, ik ga even naar de Turk om zonnepitten te halen. Want ik heb er echt al heel lang zin in. En ik weet dat ik er vanavond weer zin in ga krijgen. Dus ik denk ik ga het gewoon al inslaan. Voor de rest heb ik mijn nepwimpers eraf gehaald. Want ze irriteerden mijn ogen echt. Zo erg. En ik denk dat het ligt aan mijn lenzen. Want ik had laatst dus nieuwe lenzen gehad van Optica. Maar dat waren dus daglenzen. En die zijn op. En nu heb ik die van de Ethos weer in. En ik merk het gewoon gelijk. Ik denk dat ik morgen gelijk even langs Optica ga. Om even mijn lenzen op te halen. Want ik heb er wel echt last van. Zo, dikke zweet vandaag ook, hè. Ik ga denk ik even Sonessie zien bellen. De vraag of ik daar welkom ben, want hij is nu aan het repeteren. En we eigenlijk weer gewoon een keer naar hem toe. Ik ben heel lang niet op kantoor geweest. Hi Nini. Hi. Ben jij aan het repeteren op kantoor? Ik ga zo beginnen. Ik ga nog even eten. Oh. Wat is er dan? Oh, ik wil zonnepitten halen. Ik dacht, ik vraag even of ik misschien welkom ben met de Nessie. Maar je bent bij mij gewoon welkom hoor. Maar? Maar kom maar, je mag gewoon langskomen. Als je gewoon een half uurtje komt zitten, even chillen. Oh, ik ben maar een half uurtje welkom, bedoel je? Nee, je bent altijd welkom, Bibi. Let go, Lidietje. Kom op. Ik ben... En die gelukkig, die altijd wil je hier zonnepitten komen in. Ja, ik ben zo alleen, hè, Lili. Kom, dan hoezo ben je alleen? Ik ben elke dag met jou. Zo, guys. Kijk eens wat ik heb gehaald. Zonnepitten, it's gonna be a chill night. Ik ga even richting Nessing. Even daar een beetje chillen. En dan weer naar huis. Ik ben hier dus met de Nessima. Ik ga hier lekker snacken terwijl Nessie goed bezig is. Cause I've got chicken dick. Zo. Deze is lastig, man. Heb je ook iets om het erin te doen, of niet? Nee, kan je er brengen voor mij, alsjeblieft. Hier, die stinkt. Nee, wil je het ook gewoon weg doen, die vieze dingen hier allemaal? Het is echt nee, zo... ik ben bezig! Het is ook wel zo van die vieze mannen-shit. Ik ben bezig, vieze mannen-shit, geloof ik. Is van jou. Wat? Wat is van mij? Je hebt ook geen vuilniszak meer. Gaat niet goed hier, hè? Godverdamme. Gaan we. Ja. Oh, yes. Nou, dus ik vind het heel leuk dat ik hier welkom ben. Hoezo, je bent toch altijd welkom? Wil je dan ook niet welkom ben, hè? Ik geniet zo erg van mijn tijd met jou. Oh, ja? Ah. Hoi. Ja, goed met jou. Het was weer heel gezellig bij Nes. Ik heb er wel even iets langer gezeten dan een half uurtje. Maar nu ga ik lekker naar huis. En ik kijk er echt naar uit, want ik ben dus begonnen aan een nieuwe serie, Outlander. En ik vond het echt zo top dat ik gewoon nu lekker naar huis wil, mijn pyjama aan wil doen en gewoon de serie wil afkijken. Misschien een theetje maken, lekker man. Ik ben net thuis. Even snel mijn pyjama aandoen. Ik ben vandaag echt helemaal... opgewonden. Echt. Ik denk dat het is omdat ik... ik heb gisteren nacht heb ik echt heel slecht geslapen. En dat voel ik echt aan mijn energie vandaag. Ik ben eigenlijk gewoon echt helemaal op. Er zit niet echt power in mij ofzo. Ik ga zo even lekker een Griekse salade maken, denk ik. Ik heb er echt heel veel zin in. Gewoon iets fris, weet je wel. Even kijken wat voor fruit ik heb. En daarmee ga ik het een beetje afronden voor vandaag. Maar hallo. Hello.
Zo, inmiddels gedoucht en ik heb een salade gemaakt. Oh, het ruikt echt zo lekker, want ik heb er appelazijn in gedaan. Ik vind dat echt heerlijk. Ik ga dit bak helemaal opeten. Het is echt een grote bak hoor, maar ik heb nog niet avond gegeten. En een vers water drinken. Echt zin in.